En daar hebben we Corrie weer. Ja, goedemiddag. Ik ben er weer. Ook samen zijn. Ja, toch? Even gezellig. Met zijn. Ja, hallo lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag 25 september. En we leven om, even zien, 11:14 minuten over 11. Wat de dag vandaag mij brengen zal, dat weet ik niet. Het is voor mij een dubbele dag. Vandaag is het dus de 25e, zoals ik al zei. Maar ook wens ik jullie natuurlijk alweer eerst welkom bij een nieuwe vlog van Corinna en de beestenboel, dat zou ik bijna vergeten. Maar ja, dat komt ook omdat voor mij een dubbele, zwaar, verdrietige, trieste, vrolijke dag is. Ja, een dag om vrolijk te zijn, maar een dag ook om niet vrolijk te zijn. 25 september, vandaag, 12 jaar geleden, ben ik in het huwelijk getreden met mijn man Jack Luisterburg de Jong. Maar 3 jaar geleden, op 25 februari, is hij 3 jaar en 7 maanden vandaag van mij heen. Dat doet pijn, weet je? Heel veel pijn. 3 jaar en 7 maanden is hij van mij heen, precies vandaag, vanochtend om 6:00. Toen heeft hij voorgoed zijn oogjes gesloten op 25 februari. Hij heeft nou verroest. Hij heeft nog wel geen pijn meer, etc. Ondanks dat hij niet aan hetgeen wat hij had is overleden. Hij markeerde meer dan wij wisten. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Helaas niet. Oh, ja, dacht ik al. Maar in ieder geval, ik heb mijn mooie jurk aan. Die ik zeer zeldzaam aan heb. Maar ik had er wel zin in, ik denk, ik trek hem gewoon aan, simpel, ja. En mijn bril die zit niet lekker. Maar ja, ik zal ook wel aan mezelf leggen. Ik ga zo even met Rijke uit, waarom ik vol ben. Nou ja, ik weet het niet. Ik weet niet of Corrie komt, die komt altijd onverwacht, weet je. En vanmiddag krijg ik sowieso visite, dus als ik terug ben, dan zal ik Rebecca inlichten dat ze kan komen zo snel als ze wil, want ik ben eruit, weet je. Anders kon ze een uur of half twee uur, maar ik ga vanmiddag ook visite. Ja, dus ze komt dus als ze kan, maar eerder en anders heeft ze pech, simpel. Kijk, en ik heb ook wel afval staan, maar ja, dat boeit me niet. Het is niet genoeg voor mijn vaatwasser, weet je. Nee, het is lang niet genoeg. 2 kleine pannetjes, 3 bordjes op de stekken. We hebben gezien 3, 4 kopjes en 4 schoteltjes. Nou ja, dat ga ik niet in mijn vaatwasser stoppen. Vind ik zonde. Nee, dat doe ik niet. Het zonnetje schijnt. Wauw, en er komt daar een bui aan. Dus ik ga opschieten, lieve vrienden. Want ik wil niet nat worden, nee, want dan bereik ik weer niks mee. Een kalendertje moet ik weer even verzetten. Vrijdag 25, zo. En als ik terugkom, dan is het eventjes een schort om en dan de diertjes eten geven, etc. Maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtige, mooie weer. Want wat wil je nou nog meer? Ja, dat is dan wel weer om van te genieten. Hé, kindertjes? Je ziet het tampen net met die zon. Is dat lekker, meisje? Hm?
Een lekker kind. Hoi. En daar zit Eeuw in. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, probeer ik ook te doen. En we komen vanzelf wel weer retour. Ik zou zeggen, tot dan, doei! Ja, lieve vrienden, ik heb visite gekregen. Ja, ja, en daar ben ik heel erg blij mee, zeker te weten. En er is er nog eentje blij en dat is Rijka. Ja, die is ook heel erg blij dat er visite is, want hij mag ze beiden heel erg graag. Hier hebben we Mary. Goeiedag. En daar hebben we Corrie weer. Ja, goedemiddag. Ik ben er weer. Ja, helemaal weer uit Lisse. Dus ja, ik ben er helemaal super blij mee. Ja, en dan moet ik hem eigenlijk in die selfie stick hebben, hè. Ik bemoei je er niet mee. Zo, we staan er toch alle drie een beetje erop. Ja. Ik een klein beetje. Zo, maakt niet uit. Ja, helemaal top, geweldig. Dus ja, komt allemaal goed. Ewen die is met medicatie bezig. En Rijka die heeft zoiets, jammer ik wil ook, maar ze mag geen medicatie. Dus die heeft lekker pech. Hè Rijka? Moet je eerst een flink afslag krijgen. En dan gaat een alarm voor mij. Houd je mond. En ja, ik heb koffie met een gebakje. Lekker hoor. Abrikozenvlaai. Dus ja, dat is allemaal lekker. Smaakt toch goed? Dat heb ik gisteravond nog gehad. Ik was helemaal glas vergeten. Wat was je vergeten? Ik moest nog boodschappen doen en dat had ik vergeten, want ik moest meer halen. Ik denk, nou neem ik gelijk ook twee halve mee. Ik ben sigaretten vergeten te halen. Nou ja, die had dus nog wat vergeten, ja. Maar ik rook niet meer, dus dat hoef ik ook niet meer te kopen, nee. Heel wel gerookt. Vroeger ja. Ja. Middag genoeg, dat weet Corrie nog wel. Ja, als ik hierheen ging, dan trok ik altijd kleding aan die er was. Want ze rookten alle twee zo erg, dat ze draagden huis. Ze rookten ook een ketter. Ik rookte drie pakjes check in de week. Drie pakjes check. Als ik thuis kwam, deed ik mijn spullen in de was. Maar ja, oké, we gaan hier lekker even gezellig verder. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, Mary is lang al weer naar huis. Maar Corrie is er nog. Die gaat ook zo meteen weer richting Lisse. Maar het regent hier, het is hier vies weer. Kandalf is net weer binnen. Daar zit meneer. Zijn eigen schoon te wassen. En daar komt Corrie de deur weer door. Die was even naar het toilet gegaan. Waarom wil mijn stoel niet draaien? Dat weet ik niet. Ja, ik weet het wel, er staat op mijn deken. Deken, ja, vanwege de poezenbeestjes die op mijn schoot willen. Ja. Dat mag, maar niet op mijn jurk. Of de hond. Of de hond, ja. Rijka. Hé? Juno? Dat is een mooi bruin hoortjes. Juno? Meisje. En die kan ja, ook. Een prachtig en hier hebben we Eeuwin. Hé, ja, maar kom maar. Ik heb de deken weer om hoor. Hé, je moet niet. Daar gaat mijn telefoon. En dat is Karen. Ja, het zal niet zo wezen. Of pata. Hoi, hoi, schat. Hoi, hoi. Ja, ik had net mijn camera weer aan, dus ik was aan het vloggen. Ben aan het vloggen. Dus ja, ik heb Karen aan de telefoon, lieve vrienden. Dus ik sluit weer eventjes af en ik zeg tot straks. Doelidokies. Ja, hallo lieve vrienden. En ik heb weer visite, zoals jullie zien. Hoe heet jij? Anna. Anna. En waar zit ze natuurlijk weer mee? Met Rijka. Hé, hey, dat ja, rijmt op elkaar. Ik ben verliefd op Rijka. Ja. Heel erg. Toppie. En ze is niet alleen gekomen. Nee. Want daar hebben we... Mario. Mario, ja, en dat zijn twee lieve vriendinnen van mij. Ja, zeker te weten. Dus ja, wat doen we dan? Gewoon eventjes zo samen zijn. Ja, toch? Even gezellig. Samen zijn. Ja, dat moet kunnen. Samen huilen, ja, nou nee. We blijven vrolijk.
Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. En Karen en Roderick, die zijn ook onderweg. En ik kan niet draaien. Ik kan wel foto's maken. Ik ga foto's maken. En waar komen Karen en Roderick vandaan helemaal? Den Haag. Oh, zijn ze pas weg? Die zijn net weg. Oh. Dus ja, maar dat, lieve vrienden, ik sluit weer even, want ik heb hem omgedraaid naar de mensen toe en niet naar ikken toe. Nee, dus ja. Hé, Rijka? Ja, hè? Ja, hè? Ja. Glinzerende oogjes. Zo dan, doe even normaal. Wat voor dikkie. Ja, er springt er eentje op mijn schoot, lieve vrienden. Ewen. En dat zonder dat ik het wist. Heb even geduld, ik pak even mijn deken weer, want ik ben net thuis. Ja, een goed begin van een vlog. Ja. Hé? Hey, jij ook normaal doen. Wat voor dikkie. Wat hebben jullie? Zo dan. Nou wil daar ook weer eentje naar binnen, kennen jullie dat? Het wilde verkeer. Ja, het wilde verkeer. Kom dan. Kom dan. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan, kom dan. Dan niet. Laat je het toch? Ja, en toen? Ja, wat jij hier? Kijk maar. Zo, nou, je zijn de top binnen. Voilà. Is die toch binnengekomen? Hup, hup, hup. Zo. Nou, maar weer zitten. Zo, nou ja. Karen en Roderick die zijn ook onderweg om te komen. Ik heb net Rijk al uitgelaten. En die mensen die ik vanmiddag op visite had, die Anna en die Mario, die zijn ook weer weg. Anna is eerder weggegaan. Om een hele domme reden. Ik snap er nog niks van, maar het deed me wel verdriet. Ja, een raar persoon. Maar oké. Okay. Dat is zij. Kan wezen dat het aan de leeftijd ligt. Ik weet het niet, maar ik zelf hoef zo niet te worden. Nee, echt niet. Wat ik wel leuk vind, heel lief vind, ik had dit van Mario gekregen. Nou, hartstikke lief. Ja, toch? Ik geloof dat het voor je haren te wassen is of zo. Wat weet ik ervan, maar dat komt toch goed. Maar oké, ik ga de troep opruimen. Slontafel heb ik alweer netjes op mijn kopje na. Maar het is hier een dikke bende. Ja. Deze schoteltjes mogen niet in de vaatwasser, want dan gaat die bloemetjes er ook af en dat wil ik niet hebben. Vind ik zonde. En de diertjes moeten eten, ook dat. Dus dat komt alleen maar wel goed. Daar gaat mijn mobiel, geloof ik. Even kijken wie dat dan weer is. Ah, Mario, zou je het hebben. Hi schat. Hi. Nou, ik had gekeken, het is 9 weken geleden. 9 weken, oké. Ja, dan zal je het niet zijn. Even wacht, ik zal even mijn vlog afsluiten, oké? Ja. Nou ja, jullie horen het, dat is Mario. Maar de rest gaat jullie lekker niks aan. Daar is Rijka nog aan het gek doen, dat zien jullie wel. Maar de rest gaat jullie niks aan wat ik met Mario te bespreken heb, ik zeg. Tot later maar weer. Doei!